voor 2 februari elke jaar wordt gevierd de Werelddag van Waterrijke Gebieden in de wereld, samen met Ramsar en de United Nations. Dit jaar hebben ze een speciale message uitgezonden, een speciale boodschap. Ze willen heel graag dat de overheden meer dracht krijgen, meer emphasis krijgen rondom de waterrijke gebieden. En daarom hebben wij vanuit onze jeugdprogramma, de Junior Ranger programma, want die weten heel veel van de waterrijke gebieden, daar krijgen ze lessen over, hoe belangrijk het is, hebben we een manifesto geschreven, samen met de help van andere experts, hebben we een hele mooie en diplomatieke manifesto geschreven en die hebben we ingediend aan de overheid van Bonaire, zodat ze dan over de toekomst van deze waterrijke gebieden kunnen ontfermen. We praten eigenlijk over de toekomst, omdat die terrein westen van die Salinha, die is privéterrein. Ja, klopt. Deze Salinha is een hele belangrijke Salinha, maar er is een stukje die privé is. Maar de Salinha is een ecosysteem die de water behoudt, die vanuit zeg maar, verschillende dorpen allemaal hier naar binnen komt. En deze stukje is dan een speciale stuk, want het is niet alleen maar dat het water behoudt, maar het filtert het water en het is ook een rijke deel voor dieren, vooral voor vogels, maar ook andere kleine diertjes die hier leven. Dus het is een speciale ecosysteem en een plaats waar mensen kunnen genieten van de stilte, maar ook van de vogels die hier wonen. Welke zijn de andere gebieden op Bonaire waar wetland wordt beschouwd? Er zijn belangrijke gebieden die door Ramsar worden beschermd. En er zijn ook belangrijke gebieden die niet beschermd worden, zoals Salinha de Vlijt. Maar er zijn belangrijke gebieden die beschermd worden, zoals Laak, Washington en Slagbaai. Daar is ook Gotemeer inbegrepen, ja, Pekelmeer, Klein Bonaire ook. En dat zijn dus gebieden die officieel beschermd zijn, want die zijn heel erg belangrijk voor het eiland. En waterrijke gebieden zijn belangrijk omdat ze dus de water filteren, alle nutriënten eruit halen, maar ook ze storen ook zuurstof. En op deze manier is het ook een manier van de koraalrif te beschermen, zodat het water niet vuil in het water, zeg maar. En het is ook natuurlijk een grote economische waarde voor het eiland zelf. Omdat hier komen toeristen, ze komen heel vaak vragen naar boeken over vogels. En terwijl we hier zijn, hebben we alle verschillende toeristen zien rondlopen, foto's maken en kijken naar de vogels. Dus deze is een hele mooie gebied die ook al een beetje is begint aan het vormen, want OLB heeft ook bijvoorbeeld de begin van de Salinha aan de andere kant, zeg maar. Hebben ze ook al de kanalen gemaakt. Het is nog niet klaar, ze moeten nog een beetje planten en bomen, herbebossing doen. En dan wordt de Salinha echt een prachtige plaats voor vogels en ook trekvogels. Ja. Niet alleen voor de flamingo's, maar ook voor trekvogels. Je komt hier al jaren met kinderen, een schoolproject. Ik heb gehoord 12 jaar, denk ik. Ja. Hoe is het bevorderd eigenlijk? Ja, we komen inderdaad al 12 jaar hier met scholen. Want hier doen we vogelkijken met de basisscholen. En persoonlijk heb ik gezien dat deze area de laatste 3 jaren gewoon veel meer vogels bevat dan vroeger. Er komen veel meer in periode van trekvogels, zie je veel meer groepjes trekvogels. En we zien ook nu dat de flamingo's constant hier naartoe vliegen. Dus het is een voedselrijke gebied geworden voor de flamingo's. En het is echt een waardevolle Salinha voor het ecosysteem. Jullie kwamen als toerist, kan ik me voorstellen, net naar hier. Waarom zijn jullie hier gekomen eigenlijk? Voor de natuur, de mooie omgeving, de stranden, het eten. Okay. Maar deze gebied, hoe kwamen jullie hier aan? Zijn jullie gewoon langs gereden? Hoe ging het? Ja, wij zijn hier gisteren, toen we aan zijn gekomen, voor het eerst langs gereden. En toen vond ik het al heel bijzonder dat je naast zo'n weg die flamingo's ziet staan. En ja, het trok meteen onze aandacht. Dus toen dachten we gaan eromheen rijden en we gaan kijken hoe het er van dichtbij uitziet. En dat was prachtig. Dat was prachtig. Wat vond je prachtig eigenlijk?
hoe je hier omheen kan lopen, hoe je ze van dichtbij kunt spotten. Ja. En om flamingo's een keer niet in, in een dierentuin te zien, maar gewoon lekker chill hier op het eiland in het water. Ja. Vind je dat deze gebied, het is belangrijk om deze gebied te waarborgen? Ja, ja zeker. Ja, die moeten gewoon hun ruimte en vrijheid behouden. Ja. Ja, het is zonde als je dit helemaal vol gaat bouwen met van alles. Er staan hotels genoeg aan de zee. En dan is het wel mooi als je ook een stukje natuur zo dicht bij de bebouwheid ziet. Dat zou ik wel graag zo houden. Dus Okay. Ik zie dit liever als een golfbaan of een attractiepark of andere dingetjes. Juist de natuur trekt ook veel mensen aan. Ja. Oké, dank je. Enjoy Bonaire. Bedankt, gaan we doen. Bedankt.